Inloophuis De Eik is dit jaar het goede doel van de Eindhovense Marathon. Het is een plek voor mensen die te maken hebben met kanker. Niet alleen patiënten zijn er welkom, ook naasten en nabestaanden kunnen hier terecht voor een kopje koffie, een goed gesprek of een activiteit. Veel mensen hebben wel een verkeerd beeld nog. Mensen denken dat het een beetje opbollig is, dat het alleen maar over ziek zijn gaat, dat er enge verhalen verteld worden. En dat is allemaal niet waar. Dus er komen veel jongere mensen, er is het veel leven in de brouwerij, er wordt van alles georganiseerd. En het gaat vooral niet over ziek zijn, maar vooral over leven. In het begin ben ik bang geweest dat het zo zou zijn dat er alleen maar gesproken zou worden over het ziek zijn. Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. Het mag er natuurlijk over gaan, maar het is niet de hoofdmoot. Het is meer dat je je verhaal kan doen. Je bent met mensen bij elkaar, je kunt allerlei creatieve dingen ontplooien. Je kunt massage, mozaïek, fotografie, dat soort dingen. Het is meer om een plek te hebben waar je heen kunt met je verhaal en met je problemen als je die hebt. Naar schatting zullen er tussen de 50 en de 150 mensen rennen voor Inloophuis De Eik. Het geld dat hiermee wordt opgehaald, hebben ze dan ook hard nodig. Ja, we zijn ook heel blij dat we dit jaar weer het goede doel zijn van de Marathon Eindhoven. Net als vorig jaar en enkele jaren daarvoor. Het is best heel lastig om voldoende geld bij elkaar te krijgen voor het huis. We krijgen gelukkig een deel subsidie van de gemeente Eindhoven. Een kwart van wat we nodig hebben. Dus de rest moeten we op een andere manier bij elkaar zien te krijgen. En daar is de marathon eigenlijk een van de grootste evenementen op dit moment voor.